Ik zie de zee als iets dat van ons allemaal is. Al die duizenden windmolens die hier gaan komen, maken het effectief tot één groot industriegebied. Soms heeft de natuur een handje nodig. Soms moet de natuur een handje helpen om zichzelf weer te kunnen ontwikkelen. Dat handje, of die sleutel, of hoe je dat ook wilt noemen, die proberen wij hier te vinden. Het doel van ARC was om te kijken welke locaties zouden een geschikte basis kunnen zijn om vanuit te rewilden. We zitten nu al de hele tijd te kijken en er komt niet zo heel veel voorbij. Ja, eigenlijk zijn we nu op zoek naar bronpopulaties. Kijken van waar zitten dus al dieren die zich van zichzelf uit zouden kunnen verspreiden. En misschien kunnen we die een handje helpen door in de omgeving meer hard substraat neer te leggen bijvoorbeeld. En dan kan het zich ook weer natuurlijk uitbreiden. En dat is wel iets wat je rewilding zou kunnen noemen, om dat proces te stimuleren. Zodat de natuur daarnaast gewoon weer zijn gang kan gaan en zichzelf weer kan versterken. Het idee dat dit een wingewest is waar je alleen maar dingen uit kan halen en nooit iets voor terug hoeft te doen, dat is gewoon passé.